Hallo, welkom bij de 22e aflevering van Taalklas.nl. Fijn dat u weer bij ons bent. Ik heb weer twee cursisten bij mij in de studio. Ik ga ze aan u voorstellen. Gloria en Mehdi, welkom. Fijn dat jullie er zijn. Dank u wel. Bedankt. De aflevering van vandaag heet Hoe werkt dit apparaat? Het gaat over wat je kunt doen als je iets niet helemaal goed begrijpt. In het filmpje zien we het volgende. We zien Maya, ze is aan het werk in het verzorgingshuis. En ze wil graag een paar kopietjes maken, maar ze weet niet hoe het apparaat werkt. Zij vraagt dus om hulp. Voordat we gaan kijken heb ik weer twee vragen voor u. Wat moet Maya kopiëren? Dat is de eerste vraag. Wat moet Maya kopiëren? En de tweede vraag is, waar staat uitgelegd hoe het moet? Waar staat uitgelegd hoe het moet? Kijkt u mee naar het filmpje. Ach Maya, zou jij misschien de liedjes voor vanmiddag willen kopiëren? Liedjes? Ja, op dinsdagmiddag zingen we altijd liedjes van vroeger met z'n allen. Oh, wat leuk. Ja, dat is heel gezellig. Maak maar 60 kopieën van elk blad papier. Oké. Om de hoek staat een kopieerapparaat. 60 kopieën. Joep. Dankjewel. Kun jij me misschien even helpen? Ja, natuurlijk. Hoe werkt het kopieerapparaat? Ik zal het je even laten zien. Okay. Kijk. Hier staan de instructies. Daarin wordt alles stap voor stap uitgelegd. En met deze groene knop maak je een kopie. Hoeveel heb je nodig? 60. Dan druk je eerst hierop. En dan op deze. En nu kun je op de groene knop drukken. Oh, dus als ik meer dan één kopietje wil, druk ik eerst het aantal in en dan de groene knop. Ja, precies. Nou, doe dan. Druk maar. Hé, wat leuk. In Holland staat een huis. Wat? In Holland staat een huis. Ken je dat liedje niet? Nee. Nou, dan moet je zomaar meezingen. In Holland staat een huis. In Holland... Hé, bedankt hè. Ken je dat liedje, Gloria? In Holland staat een huis? Nee, maar ik ken een televisieprogramma die heet In Holland staat een huis. Oké. En heb je het liedje wel eens gehoord? Nee, dat denk ik niet. Het is een heel oud Nederlands liedje. Nee. We gaan eens even kijken naar de kijkvragen. Gloria, wat moet Maya kopiëren? Volgens mij moet Maya een liedje kopiëren. Ja, de liedjes, hè? Met de tekst van In Holland staat een huis. Ja. Goed. De tweede vraag, Mehdi. Waar staat uitgelegd hoe het moet, dat kopiëren? Waar staat dat uitgelegd? Daar was het in de, bij de kopieapparaat. Ja. En die vriend heeft, zij heeft gevraagd een help bij een vriend. Collega's. Ja. Ja. En hij heeft die goed uitgelegd. Ja, en de instructies die stonden ook op het kopieerapparaat zelf. Ja. 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 Dus daar had ze het ook kunnen lezen. We gaan door met de eerste oefening. Luister en kies het goede plaatje. U ziet het volgende. 3 plaatjes en daaronder een woord. Het woord is de kopie. Op welk plaatje ziet u de kopie? Plaatje 1, 2 of 3? Nou, laten we kijken. Op het eerste plaatje zie ik een bladzijde uit een muziekboek. Op het tweede plaatje zie ik een kopieerapparaat met hieronder... een kopie, denk ik. En op het derde plaatje zie ik iemand op de groene knop drukken. Ik ga dus voor plaatje 2. En ik krijg er een krul voor. Gloria, de volgende is voor jou. Kopiëren. Ja. Welk plaatje hoort daarbij? De eerste, de tweede of de ik derde? Ik denk dat kopiëren hoort bij plaatje 3. Plaatje 3. Ja. Heb je goed. Mehdi, het kopieerapparaat. Het kopieerapparaat. Die kopieerapparaat staat bij plaats nummer 3. Ja, op plaatje 3 zie je inderdaad het kopieerapparaat. Gloria, de liedjes. De liedjes. Ja. Wat denk je? Ik denk dat de liedjes staat op plaatje 1. Plaatje 1, ja. Juist. Goed gedacht. Mehdi, gezellig. Ja, ik zie een gezellig gezin in plaats nummer 2.
Juist, hier. Het ziet er wel gezellig uit, toch? Ja. Mensen zijn een spelletje aan het doen, er wordt gegeten, gedronken, waarschijnlijk praten ze met elkaar. Dat is gezellig. Ja. Hou je van gezelligheid? Ja. Ja, goed. Ja. Gloria, jong. Jong. Ja, volgens mij is plaatje 2. Plaatje 2. Jong, want ik zie een jonge kind. Een jong kind, juist. Ja. De knop. De knop. Plaatje 1, 2 of 3? Ja, plaatje 3 denk ik, want ik zie een groene knop. Een groene knop. En hier zien we een kopje op zijn kop. Dat is geen knop. Ja, dat is een kopje. Koffie. Koffie. Ja, voor koffie of thee, inderdaad. Medi. Drukken. Drukken. Bij plaatje 1. Juist, hij drukt op de knop. Knop, ja. Juist. Drukt op de knop. De laatste zijn voor u. Zingen. Zingen. Nou, waar kiest u voor? Plaatje 1, 2 of 3? Zingen. Gloria, wil jij de mensen thuis een beetje helpen? Waar zou jij voor kiezen? Ja, als ik wil de mensen thuis helpen, zou ik plaatje 2 kiezen. Plaatje 2, ja. Die mensen zijn waarschijnlijk aan het zingen. De volgende voor u. Omlaag. Omlaag. Is het plaatje 1, 2 of 3? Omlaag. Wat denkt u? Medi, wat zou jij kiezen? 1, plaats nummer 1. Wil je het uitleggen voor de mensen thuis? Ik zie een... een klep. Een klep, ja. Die gaat naar beneden. Ja, naar beneden. Hè? Dus dat is omlaag. Juist, goed uitgelegd. Nog één voor u. Ondersteboven. Ondersteboven. Plaatje 1, 2 of 3. Ondersteboven. Gloria, wat denk jij? Ik denk dat plaatje 2 is ondersteboven. Plaatje 2 is ondersteboven. Nee, is niet goed. Weet je wat ondersteboven betekent? Oh, ja. Ja, omgekeerd. Ja, ik zei net al op zijn kop misschien. Ja, plaatje 3. Plaatje 3. Ja. Begrijp je waarom? Ja, want de kop was omgekeerd. Omgekeerd. Ondersteboven, juist. De laatste voor u. Vroeger, vroeger. Plaatje 1, 2 of 3. Vroeger. Medi, wat ziet er volgens jou uit als vroeger? Ik zie een plaatje met nummer 1. Ja. Dat valt mee vroeger. Vroeger, hè? Het verleden. Ja. De geschiedenis, wat er gebeurd is, juist. Dat zie je vooral aan de zwart-wit foto, hè? Ja. Juist. De volgende oefening. Luister en kies het goede plaatje. Een zin. Hoe werkt het apparaat? Hoe werkt het apparaat? Is dat plaatje 1, 2 of 3? Ik zie hier twee mensen bij een kopieerapparaat staan en hier een vraagteken. Dus ik kies voor plaatje 1. Gloria, de volgende is voor jou. Ik leg het je uit. Kijk, hier leg je het papier. Ja. Ik leg het je uit. Kijk, hier leg je het papier. Ja. Wat denk je? Ik denk plaatje 2. Plaatje 2. Ja. Heb je goed. Medi. Het apparaat loopt vast. Het apparaat loopt vast. Dat kan bij plaatje nummer 1. Plaatje 1, juist. Ja. Gloria. Dus ik toets eerst het aantal in en druk dan op de groene knop. Dat zie ik op plaatje 3. Juist. Plaatje 3 zie je hier het aantal, ja. 60. En daarachter de groene knopje. Juist. De laatste is voor u. Het papier moet onder deze klep. Het papier moet onder deze klep. Kiest u voor 1, 2 of 3? Het papier moet onder deze klep. Medi, wat zou jij kiezen? Zou ik plaatje nummer 2 kiezen? Ja. En je hebt goed. Alles goed, dame en heer? Ja, tot nu, ja. Gaat goed, tot nu toe. Ja, ik hoop dat het zo doorgaat. Ik ook. Dat gaan we zien bij de volgende oefening. Oefening nummer 3. Maak een goede zin. U heeft loopt, het apparaat, punt en vast.
Het apparaat loopt vast. En een punt. Dit is de goede zin. Gloria, ga je de volgende proberen? Ja. Nou, we hebben hier de punt, het papier, deze klep, moet en onder. Het papier. Ja, het papier. Moet. Moet. Onder. Onder. Deze klep. Punt. Punt, juist. Het papier moet onder deze klep. Heb je goed. Mehdi, nu jij. Er, ik, naar kijken, zal, vraagteken, even. Iets wat lastiger. Ja. Dan zal. Ja. Ik. Even. Er naar kijken. Je kijkt alsof je het niet zeker weet. Weet je het zeker? Vraagteken. Ja. Dat is niet helemaal goed. Ja. Dus, nog een keer proberen, oké? Okay? Ja, dan zal. Ja. Ik er even naar kijken. Denk je? Ja, en had vraagteken. Ja, dan zeker, ja. Goed. Zal ik er even naar kijken? Ja. Juist. Gloria. Ja. Dat zeggen kun nog een keer vraagteken en je. Nou, welke zin maak jij hiervan? Waar begin je mee? Kan. Kun. Je. Je. Dat. Nog een keer. Zeggen. Vraagteken. Juist. Kun je dat nog een keer zeggen? Mehdi. Oh, dat is weer een lastige, denk ik. Eerst het aantal in. En dan. Je toetst. Druk je. Punt. Op de groene knop. Dus je toetst. Je toetst. Je toetst eerst het aantal in. Eerst het aantal in. En dan? En dan? Druk je op de groene knop. Druk je op de groene knop. Punt. Punt. Je toetst eerst het aantal in en dan druk je op de groene knop. Juist. Ja. De laatste is voor u. Het, ik, punt niet begrijp. Wat is de goede zin? Gloria. Ik. Ik. Begrijp. Begrijp. Het. Het. Niet. Punt. Ik begrijp het niet. Goed. En jij had ze weer allemaal goed deze keer. Het is tijd voor het tweede filmpje. Maya weet inmiddels hoe ze moet kopiëren, maar nu is het kopieerapparaat kapot. Handig dus. Voordat we gaan kijken, heb ik weer twee vragen voor u. De eerste. Wat is er met het kopieerapparaat? Wat is er met het kopieerapparaat? En de tweede vraag is, aan wie vraagt Maya hulp? Aan wie vraagt Maya hulp? Laten we gaan kijken naar het filmpje. Hallo. Kan ik je helpen, Maya? Mevrouw Spijker, het kopieerapparaat doet het niet. Hij loopt vast. Vreselijk. Zal ik er even naar kijken? Nee, dank u. Je moet echt even iemand halen die er verstand van heeft. Oh, mag ik even wat vragen? Ja, natuurlijk. Het kopieerapparaat doet het niet meer. Hij is gestopt. Ach ja, dat gebeurt wel vaker. Zou jij er nog even naar willen kijken? Ja, natuurlijk. Ik kom zo terug. Ik moet eerst even een telefoontje plegen. Ah, ik zie het al. Papier is vastgelopen. Maar mevrouw Spijker, ik had niet verwacht dat... Lieve kind, ik heb 33 jaar op kantoor gewerkt. Het spijt me. Geef niks, liefje. Wat een leuk liedje. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. Ja, ja, van je tingela. In Holland staat een huis. In Holland staat een huis. In dat huis daarom. Nou,
Nou, dat klinkt erg gezellig daar. Ja, dat ja? mooie liedje. Vind je het een mooi liedje? Ja. Herkende je het of niet? Nee. Nee. Dus het was nieuw voor je? Nee, nee, dat is de eerste keer. Oké. De eerste vraag, Mehdi. Wat is er met het kopieerapparaat? Die kopieerapparaat loopt vast. Ja. En wat zit er precies vast? Ze zijn die papieren. Ja. Ja. Gekrolen. Ja, het papier zit vast. De papier zit vast, juist, ja. Juist, klopt. De tweede vraag, Gloria. Aan wie vraagt Maya hulp? Een vraag aan een collega, een mannelijke collega. Ja, een mannelijke collega vraagt zij inderdaad om hulp. Ja. Kijk u mee naar de volgende oefening. Luister en kies het goede plaatje. Dan moet de klep weer dicht. Dan moet de klep weer dicht. Is dat plaatje 1, 2 of 3? Dan moet de klep weer dicht. Ik zie op plaatje 1 een pijl staan bij de klep, dus ik denk dat het direct antwoord 1 is. En dat klopt. Gloria, deze is voor jou. Je toetst eerst het aantal in en dan druk je op de groene knop. Je toetst eerst het aantal in en dan druk je op de groene knop. Ik zie dat op plaatje 3. Op plaatje 3, juist. Hier druk je het aantal in. Ja, en op de groene knop. Juist. Mehdi, deze is voor jou. Hoeveel? Hoeveel? Ja, dat gaat om een aantal. Als ik een aantal zoek, dan vind ik alleen 60. Ja, goed. Maar ze zijn cijfer met 7 en 4. Juist. Wat zeg je? Wat bedoel je? Ik zie 7 bij plaatje nummer 2. Ja. En 4 bij plaats nummer 3. Ja. Maar ze zijn cijfer. Ja, dat zijn cijfers. Het aantal is altijd met 2 cijfers. Juist, een combinatie van 2 cijfers. Ja. Heel goed. Gloria, hoe werkt het apparaat? Hoe werkt het apparaat? Kies jij 1, 2 of 3? Hoe werkt het apparaat? Ik zie dat op plaatje 2. Plaatje 2, juist. Je ziet hier een vraagteken. Ja, ik zie een vraagteken. De laatste zijn voor u. Kijk, hier leg je het papier. Kijk, hier leg je het papier. Wat kiest u? 1, 2 of 3? Mehdi, wil jij de mensen thuis helpen? Kijk, hier leg je het papier. Plaats nummer 1. Juist, heb je goed. Nog één voor u. Het kopieerapparaat loopt vast. Het kopieerapparaat loopt vast. Kiest u plaatje 1, 2 of 3? Het kopieerapparaat loopt vast. Gloria, wat zou jij kiezen? Ik zou plaatje 3 kiezen. Die heb je goed. Nog één voor u. Dus ik toets eerst het aantal in en dan druk ik op de groene knop. Dus ik toets eerst het aantal in en dan druk ik op de groene knop. Mehdi, wat denk jij? Waar kies jij voor? Het is plaats nummer 2. Hier zie je inderdaad het aantal. Aantal en daarna de groene knop. Ging goed. Ja, prima. De volgende oefening, oefening 5. Welke zin is goed? Geef de goede reactie. Ik zeg... En dan? En dan? Wat is de goede reactie daarbij? Dan moet de klep weer dicht. Het spijt me. Of het aantal? Dat begrijp ik niet. Wat is de goede reactie? Ik denk, en dan? Dan moet de klep weer dicht. Gloria, wil jij de volgende proberen? Ja. Ik leg het je uit. Kijk, hier leg je het papier. Ik leg het je uit. Kijk, hier leg je het papier. Wat is de goede reactie? Is dat ja, ik zie het? Of het aantal? Dat begrijp ik niet. Of kijk, hier leg je het papier. Volgens mij is ja, ik zie het. Juist, ja, ik zie het. Mehdi. Het papier moet onder deze klep. Wat denk jij? Wat is de goede reactie? Het kopieerapparaat loopt vast. Dus ik doe de klep omhoog. Of het spijt me. Dus het papier moet onder deze klep. Dus ik doe de klep omhoog. Juist.
Gloria. Het spijt me. Het spijt me. Welke kies je? Dat geeft toch niks. Dat geeft toch niks. Juist, goed. De laatste twee zijn voor u. Het aantal, dat begrijp ik niet. Het aantal, dat begrijp ik niet. Wat is de goede reactie volgens u? Ik leg het je uit. Kijk, hier leg je het papier. Of het spijt me. Of is de goede reactie hoeveel? Het aantal is hoeveel? 1, 10 of 60? Ik zal het nog even een keer herhalen. Dus het aantal, dat begrijp ik niet. Wat is de goede reactie? Dus ik leg het je uit. Kijk, hier leg je het papier. Is niet helemaal goed. Zal ik herhalen wat ik zei? Ja. Ik zei, het aantal, dat begrijp ik niet. Ja, dan moet ik derde. Hoeveel het aantal is, hoeveel 1 of 10 of 60. Juist, goed. Nog één voor u. Je toetst eerst het aantal in en dan druk je op de groene knop. Je toetst eerst het aantal in en dan druk je op de groene knop. Wat is de goede reactie? Het kopieerapparaat loopt vast. Kun je dat nog een keer zeggen? Of dus ik doe de klep omhoog? Wat denk jij, Gloria? Kan je dat nog een keer zeggen? Ja, als veel informatie tegelijk, in één keer, toch? Ja. En dan is het handig als dat herhaald wordt. Ja. Goed. Het is weer tijd om te gaan praten. Mehdi, wil jij oefenen met praten? Ja. Ja? Zullen we het samen doen dan? Ja, ga. Oké. Okay. Wij staan bij het kopieerapparaat. Gezellig. Gezellig. Jij wil iets kopiëren en ik ga je daarbij helpen. Ja. Ja? Drie dingen moet je onthouden. Als eerste, je vraagt of de tekst op het papier naar boven moet of naar beneden. Ja. Als tweede vraag je of ik het nog een keer wil zeggen. Mm-hmm. En tenslotte zeg je, dat moet wel lukken. Ik ga het zelf proberen. Ja. Zal ik het nog een keer zeggen? Dus als eerste vraag je of de tekst op het papier naar boven of naar beneden moet. Ja. Als tweede zeg je of vraag je of ik het nog een keer wil zeggen. En tenslotte zeg je, dat moet wel lukken, ik ga het zelf proberen. Ja, dat ja? moet wel lukken. Ja. Zullen we het proberen? Oké. Okay. Nou, daar gaan we dan. Ik zal je laten zien hoe het kopieerapparaat werkt. Het papier moet onder deze klep. Alsjeblieft, die papier, die tekst moet boven of beneden? De tekst op het papier moet naar beneden. Dus okay. De letters komen aan de onderkant. En dan doe je de klep weer dicht. Je toetst het aantal in. En tenslotte druk je op de groene knop. Kunt u alsjeblieft nog herhalen? Ja, dat kan ik doen. Je doet de klep dicht. Je toetst het aantal in. Ja? En daarna druk je op de groene knop. Ja, nou, dat moet wel lukken. Ja? Dat ging goed, Mehdi. Ja, ja. Dat loopt toch goed? Heel goed. Dank je wel. Nou, wilt u ook met mij Nederlands praten? Dan kan dat. Dat kan namelijk op internet. Op www.taalklas.nl. www.taalklas.nl. U ziet dan het volgende. U kunt kiezen tussen inloggen en registreren. Nou, ik ga direct inloggen, want ik heb al een nummer. Mijn naam. Honey. Ik klik op oké. Okay. Mijn nummer is 1, 2, 3... 4, 5, 6. Ik klik weer op oké. Okay. Dan ziet u het volgende. Hier ziet u aflevering 22. En als u hierop klikt, kunt u gaan oefenen. Als u de oefeningen niet kunt vinden, vraag iemand u te helpen. Want het is de moeite waard en u kunt veel leren door deze oefeningen op internet te maken. En dat is tenslotte ook waar we het vandaag over gehad hebben. Over om hulp vragen. We hebben geoefend met woorden en zinnen die je kunt gebruiken als je de hulp van iemand anders wilt inschakelen. Ik wil tenslotte mijn cursisten bedanken, Gloria en Mehdi. Dankjewel, jullie hebben het goed gedaan. Fijn dat jullie er waren. Dankjewel. Ik wil ook u bedanken voor het kijken en ik wens u veel succes met het oefenen op internet. Tot de volgende taalklas. Dag!